Voormalig Antwerp-voorzitter Eddy Wouters rekent erop dat de groep rond Gunter Hofmans zijn schadeclaim zal betalen. Dat zegt hij in een interview met ATV 3 dagen voor Antwerp zijn licentie moet verdedigen. Wouters wil nog geld terug dat hij in zijn tijd als voorzitter geleend heeft aan de club. Het bedrag zou tussen de 4 en de 5 miljoen euro kunnen schommelen. Wouters herhaalt nog eens dat Antwerp al een voorstel deed, maar dat dat onaanvaardbaar laag was. En hij benadrukt ook dat hij waarschijnlijk geen claim had ingediend als de club hem niet zomaar bij het grofvuil had gezet. Ja, dat is een bossa, hè. In zijn gekende stijl ontvangt Eddy Wouters ons bij hem thuis. En hij praat honderd uit over hoe hij zijn dispuut met Antwerp bekijkt. Wouters wil de club niet kapot, zegt hij. Maar hij denkt aan zijn familie en dus wil hij zijn geld terug. Zeker door de manier waarop hij bijna letterlijk uit de bosuil werd gezet. Ik was al bezig, ja, hoe moet ik dat doen? Ik heb enerzijds in Antwerp. Dat bij manier van spreken, mijn kind, 40 jaar voordat zo lang gespeeld. En daar heb ik geld van terug te trekken. En anderzijds word ik ouder, mijn kinderen, mijn vrouw, mijn huishouden, wat weet ik al veel. Hoe moet ik dat gaan combineren? En dat was het moeilijk van een keuze te maken. Ik was bezig met een regeling en zo in mijn gedacht. Maar van wanneer dat ze dat zo gedaan hebben, gezegd, meneer, jij mag hier niet meer binnen. En je mag hier niet meer komen eten. En we zijn voorzitter af. Ja, heb ik gezegd, nu wordt het gemakkelijk voor te kiezen. Dinsdag is er op de Bos al een algemene vergadering over de schadeclaim van Wouters. De ex-voorzitter bevestigt dat een eerder voorstel onvoldoende was voor hem. Het is al gesproken, maar ik vind het eigenlijk wel weinig. Nog geen 40% van de vordering. En dat betaalbaar over 150 maanden. Dat is wel 12,5. Dus dan ben ik 93 jaar. En dan zonder enige waarborg. Ik bedoel, ik zou toch graag een waarborg hebben dat er over die periode betaald wordt. Er staat hier duidelijk in, hè. Een bijkomende buitengewone dotatie. Met een contract in de hand toont Wouters aan dat de groep rond Hofmans verantwoordelijk is voor de continuïteit van de club. En dus ook voor het behalen van de licentie. En om die licentie te krijgen zullen ze hem nu eenmaal moeten betalen. Een vennootschap die verantwoordelijk zal zijn voor het genereren van de nodige geldmiddelen. Ze hebben nu al een jaar dat ze weten dat die voor de acuut is. Dus ze hebben al een tijd gehad eigenlijk voor dat te regelen. Hè. Ik denk dat ze dat wel zullen regelen, maar ja. Dat is niet zo gemakkelijk, ze zullen er hun tijd voor nemen en die mensen moeten afspreken. Maar ik denk dat, Gunter Hofmans zegt het zelf, hè. Hij zegt, ja, wij gaan de licentie halen, dat is geen probleem. Bovendien, hij heeft onlangs in een artikel nog gezegd, ja, ik regel dat allemaal op de Antwerpen. Ik ben de baas, niemand anders. Dus ik heb daar veel vertrouwen in, dat gaat in orde komen. Voor een voorzitter die 42 jaar aan de leiding staat en zoveel klippen omzeild heeft, hè, en zoveel moeilijkheden overwonnen, dat we dat toch wel op een faire manier kunnen doen. Hè.